Welkom in Oudsbergen, de grootste gemeente van Limburg. Vandaag ga ik op pad om te ontdekken wat deze gemeente allemaal te bieden heeft. Van blauwbessen plukken tot bowlen. Let's go! Zeg Ruud, zoals vrouw in de bosbessen teelt, stevige job denk ik toch, hè? Ja, we doen dat nu al enkele jaren. Mijn schoonvader is 50 jaar geleden in Nederland daarmee begonnen. En we zijn hier in België een tweede bedrijf gestart, 1991. En sindsdien zitten wij in de blauwbessen. Ja. Mijn mama die gaat heel vaak zo blauwbessen plukken. Kan ze dat hier ook komen doen? Ja, dat kan hier ook. Op bepaalde momenten kun je ook bij ons blauwbessen komen plukken. We schrijven dat dan uit op Facebook, sturen dan ook onze nieuwsbrief rond. En de klant kan dan hier zelf ook beleven hoe het voelt om besjes te komen plukken. Ja. Half juni denk ik dat we hierdoor zeker aan het plukken zijn. Ja. Het lijkt dan nu op het moment nog niet zo op, maar we krijgen nu weer mooi weer en dan gaat dat heel vlug. Procent blauwbessensap. Van hier in de hof? Van hier in de hof, ja. Zingen? Ja, proost. Er zitten heel veel antioxidanten in door die blauwe kleurstof en heel goed voor maag en darm. Amai, dat is lekker. Zeg, bij het binnenkomen ook een automaat. Wat verkoop je daarin? In het seizoen onze verse blauwbessen en buiten het seizoen hebben we daar de sap in staan, de confituren en ook cadeaumandjes. Ik ga straks picknicken. Kan je mij zo een mandje maken? Lukt zeker. We zullen daar blauwbessensap insteken, blauwbessenbroodjes en fly. Kijk Hanna, een lekkere gin noble. Oula, amai. Gezondheid. Okay. En welkom. Dankjewel. Zeg, dat is hier god in Frankrijk op dit terras. Heerlijk. Ja, super hè. We treffen het ook met weer, dus dat is prachtig, prachtig. En wat ben ik aan het kijken? We hebben nu een internationale jumping, paardenjumping. Met deelnemers vanuit meer dan 35 landen. Amai. Dus een heel internationaal publiek. Als mensen nu niks met paarden te maken hebben, maar hier gewoon gezellig op het terras willen komen zitten, gaat dat? Absoluut, absoluut. Iedereen is hier welkom om gezellig iets te drinken, iets te eten. Door de week hebben wij telkens van woensdag tot zondag paardensportevenementen. Maar ook meer en meer zijn we ons aan het profileren naar andere evenementen, andere type evenementen. In de indoorhallen hebben we bijvoorbeeld een boksgala, een landbouwbeurs. Het is een heel groot domein waar we veel mogelijkheden hebben om verschillende type evenementen aan te nemen. Ja. Is het zo dat mensen die met paarden bezig zijn, dat die zo op hun rust staan of zijn kinderen hier ook welkom? Nee, kinderen zijn zeker welkom. Paardenmensen zijn zeker niet gesteld op de rust, want die hebben allemaal een hondje bij en kinderen bij. En daar proberen we dan ook op in te pikken. Er zijn verschillende standjes met verschillende soorten eten. Maar we hebben ook altijd springkasteel, we hebben een kidscorner. Ja. En we proberen iedereen toch wel een beetje te entertainen. Ja. Mag ik nu als leek ook een kijkje gaan nemen backstage bij de paarden? Ja, absoluut. We zullen samen eens gaan kijken, want daar is waar de voorbereiding en alle actie toch wel ook plaatsvindt. Ja. Vind ik wel eens interessant. Ik ga het amuse ook even lekker opeten, als dat mag. Super, smakelijk. Dankjewel. Dames en heren, geleid door mevrouw van Kroonbeek zijn naar de prijsuitreiking. Hallo. Wow. Welkom. Dat is leuk binnenkomen hier. Waar is jouw passie voor chocolade ontstaan? Ik heb eigenlijk jaren gewerkt bij een chocolatier als etalagiste. En altijd gedacht van, dat zou ik hier ook graag in Oudsbergen willen doen. Dus vandaar. Oké, maar hier doe je veel meer dan pralines alleen, zeker? Ja, heel veel maatwerk. Alle teksten wat de mensen graag hebben. Foto's op chocolade. Speciaal dingen voor communies, trainers te bedanken. Ja. Dus. En wordt het dan ook allemaal hier zelf gemaakt? Het maatwerk wordt hier allemaal zelf gemaakt. De pralinekes zelf niet. Ja, amai. Dus ik kan nu iets vragen, bijvoorbeeld maak een chocolade met een foto van mezelf. En jullie doen dat? Absoluut. Je kan echt printen wat je graag hebt. Ja. En jullie organiseren ook workshops? Ja, ook workshops, kinderfeestjes, vrijgezellenfeestjes. Ja. Dus, en dan ook voor grote groepsbezoeken eigenlijk. Tot 60, 70 personen. Wat gaan wij nu doen? We gaan ons kommetje maken in chocolade. Kunnen jullie straks een lekker bolletje ijs in doen. Jij mag hier een ballon kiezen. Doe maar goed diep, dan heb je een mooi kommetje. En hierop. Voilà, kijk eens. En zo gaat dat de koeling in. En met wat was je nu bezig? Net de lime pepper aan bijvullen. Trouwens, mijn lievelingspraline. Ah, ja. Als je wilt, mag je die eens proeven. Ja, graag. En lime pepper is lime dan... Lime pepper en pure chocolade. Mm. Kijk eens, Hanne. De foto is er vanaf en alles staat hierin.
Oh, heerlijk. Een bleempje. Oh, mooi. Verlassen. Netjes in de chocolade. Ik ga voor de eerste keer bijten in mezelf. Dag Brent. Hey Anne. Hey. Welkom in de Fit Lounge. Zeg, waar komt de naam? Fit en loungy, dat is wat de sfeer dan? We zijn twee verschillende zaken eigenlijk. In het weekend hebben we steen hier uit ontbijten, de horeca en het bowlen toe. Door de week zitten we meer in het fitness, groepslessen, squashen. Voor welke sportieve activiteiten kan ik hier terecht? Hoofdzakelijk zitten we hier met fitness. Dan groepslessen is ook een hele grote activiteit. We hebben 34 uur groepsles per week eigenlijk. Dan hebben we in principe nog het squash, de competitie bowling en de kickbox. Dus. Ja. En het bowlen, dat is meer iets voor in het weekend dan? Door de week hebben we ook de okra's hier, de 55-plussers van bij ons in de buurt hier eigenlijk. Komen naar fitnessen? Of kickboksen? Die komen bowlen vooral dan eigenlijk. Ah, ja. Jij houdt ook evenementen hier? We hebben ook feestjes, misschien zeker met de feestdagen, door het hele jaar door. Communiefeesten, in principe gaan de gekste dingen eigenlijk. Het moet alleen verzonnen worden. Het gewoon steengrillen met de familie, wat vooral fijn is voor grote groepen. Want je komt in het feit dat je niet alleen aan tafel zit, je gaat ook gecombineerd samen met het bowlen door in een leuk, sferig feestje eigenlijk. Zullen wij eens een bowlingske doen? We zullen eens een bowlingske doen. Ik ga wel een strike doen, hè. Ik hoop dat je tegen u verliest. Dat is goed, top. Zeg, ik ga mijn schoenen even uitdoen, als je dat niet erg vindt. Jij gaat zo de berg op. Ja. Oep, oh, dat is echt zo lekker zacht, hè? Ja. Kan ik wel sneller dan zo. Oh ja, maar doe maar. Zullen wij ons iets lekkers inschenken, hè? Schuimwijn van blauwe bessen. Gezondje. Ja. Ik sta echt versteld van wat Oudsbergen te bieden heeft. Ja, en je hebt waarschijnlijk nog niet alles gezien. We hebben ook nog ons archeologisch park De Rieten, waar je een leuke zoektocht voor de kinderen kunt doen. En daarnaast hebben we ook nog de pop-up expo Wolven in Limburg. Ook wel de moeite in de komende rij van Geruithode. En wat is dat nu precies waar wij op zitten? We zitten hier op de hoogste landtuin van Vlaanderen, de Oudsberg. Ja, de Oudsberg is het middelpunt van het gebied Duinengordel, een groot natuurgebied. Met heel veel wandelpaden, fietspaden, ruiter- en menpaden. De bevolking heeft een nieuwe naam mogen kiezen en de Oudsbergen is daaruit gekomen. Ja. Ja, ze vinden het waarschijnlijk allemaal het mooiste plekje in Oudsbergen. Ja, helemaal terecht. Ja. Ik ben echt heel aangenaam verrast van Oudsbergen. We hebben vandaag zoveel leuke dingen gedaan, met de blauwbessen bezoeken, de chocolaatjes. Dit is helemaal te gek. Ja. Ja, eigenlijk, wij gaan altijd maar op zoek naar leuke uitstapjes in het buitenland. Mijn eigen land heeft zoveel te bieden. Ja, heel veel mensen kennen hun eigen streek niet goed. En men gaat vaak ook naar het buitenland op vakantie, maar het eigen land heeft ook heel veel te bieden. Ja. En dan pakken wij delicatessen mee van het buitenland en kijk dat hier allemaal liggen. Zullen we ze gaan proeven? Ja, laat ons genieten. Oh, we gaan dat doen. Op Oudsbergen. Ja.